Nou, het was natuurlijk een nederlaag. En ja, de manier waarop, dat stemt dus net tevreden natuurlijk. Ik, wil, ik vond het Oost-Arnhem sowieso de eerste helft goed spelen. Dat was ik wel, wel bekend hoe ze spelen zouden. En daar komt wel moeilijk mee omheen. Maar toch een bepaalde wilskracht en goede aanspraak te maken, komen we toch de eerste helft waarom in de wedstrijd. Ja. En ik vond de laatste 10 minuten van de eerste helft van ons kant goed. Ja. Nou, dan denk je, dan geef je toch de rust in, één doelpunt doen we het voor. Nou, dan stem je wel tevreden. Dan denk je de tweede helft in de pauze de punten bij zetten. Maar we starten net goed de tweede helft. Ik kom moest en bij hun ik. Maar dan, dan vierden we alle afspraken, zowel aanvallend als verdedigend. En dan geef je als een nachtkaas uit. Ja. En dan toon ik net karakter in. Dat is een kwalijke zaak. Ja. Heb je er ook bij de goaltje, dat is 13 keer de heer, de eerste helft en 4 keer de dame. Zit er ik het verschil? Dames scoren te min. Ja, je hoort wel. Maar het gaat erom, maakt mij niet uit wie te scoren. Het gaat erom dat je als team presteren maat. En we hebben proberen investeren op opvallende patronen. En dat ging eerst helft heel goed. Terwijl daar vonden we dat we iets meer dynamiek brengen moesten. Ja. Maar vervolgens door het net. Ik heb in de trechterpomp. We hebben net de goede energie. En we komen van alles afspraken het nou. Ja, je moet wel loopvermogen creëren zonder bal. En dat doen we net. We werken niet meer vallig hoor. En dan krijg je zo'n wedstrijd. Dan hebben het verschil Sontje en 23. Ja, je scoort het held. Ik kan niks lukt meer. Nee, maar dat komt, je moet buiken blowen. Je moet een ploeg blowen. En je moet de afspraak zo goed mogelijk naar komen. En als je dat dan viert, dan zie je wat van Nederland opbrengen. En daar is dit verschil. In deze klas ben je alleen maar goede ploegen en dan ben je er afschatten. En dat hebben we niet in. We hebben collectief absoluut niet goed verdedigd wat de helft. En onvallend net als niveau halen. En dan krijg je zo'n dikke uitslag. Ik dacht zelf in de rest, als ze nog bijblowen kennen, kunnen ze misschien nog winnen. Zo'n gevoel hier. Nee, als eerste helft zo zwaar. Ja. En als wij ons niveau gewoon, ik helly, dan kunnen we niet vol meer weerstand aanbieden. En dan kunnen we dus zo'n wedstrijd winnen. Maar ja, wij zijn de tweede helft helemaal door de ijszaken. Ja. Is er echt verklaring voor? Maar ja, de laatste 10 minuten, zachtens, ik kom en heb van de stoel aan. Nee, we dan in de wedstrijd spelen. We proberen wel positief te blowen, maar dat de spelers zelf positief blowen, wordt heel moeilijk. Ja. En, maar we moeten de beelden even omzien. We moeten rustig analyseren en dan mag we het even nog hebben.